Muziek van CD, hier uitgekozen door de man met de koptelefoon. En dat ben ik niet, maar die man daar, DJ Bart, dames en heren. Hij zwaait naar u. Wij zwaaien ook even, want we kunnen, als u thuis zit, te kijken of te luisteren. Festivalklassiek.afro.nl, dat is de site waarop dit geheel gestreamd wordt. Deze classic afterparty die tot 12 uur gaat en misschien wel langer gaat duren. Weet u wat, zwaait u hier eventjes met z'n allen. Ruim maar even mee naar de mensen thuis als u wilt. Als zwaait u even. Ja, en zeg, kom vooral als u in de buurt bent van het plein Den Haag. Kom even langs, want we hebben ontzettend veel leuke muziek. Live muziek ook hier uitgevoerd. Neem nou de volgende vier die al klaar zitten. Jasper Leclerc op viool, Jeffrey Bruinsma op viool, Oene van Geel op altviool en Emiel Visser. Live voor u, Zep Voor. Thank you.
Zep voor was dat met, ik vraag het Oene van Geel eventjes, want ik zie de Daily Mail op jou op je standaard staan, maar... Er staat de Daily Mail, dat stukje gaan we straks spelen. De andere heet The Eraser, ik had het niet bij me, maar dat maakt niet uit. Dat is ook een stuk van de frontman van Radiohead, Tom York. Ja, want jullie hebben een cd gemaakt, We Suck Blood, Young Blood heet die. Klopt. En dat zijn onze eigen bewerkingen van, nou, vinden wij fantastische Radiohead stukken. Ja. Maar goed, de Daily Mail ga je dan straks spelen. Die komt straks. Maar die staat nu al klaar, dus je hebt net uit je hoofd zitten spelen. Net uit mijn hoofd, ja. Of je was al een beetje dit aan het doornemen in je hoofd? Ook. Ik was stiekem al dit volgende stuk aan het voorbereiden. Oh man, ongelooflijk toch? Niet te geloven. He, overigens, wat is die aantrekkingskracht van het werk van Tom York, de frontman van Radiohead, voor jullie? Ja, voor ons, het werk van Tom York en Radiohead is soms, net als klassieke muziek, heel orkestraal en contrastrijk. En daarbij durven ze ook heel veel risico te nemen met aparte klanken, durven elektronica te combineren met akoestisch. En voor ons is dat de sport om dat dan weer terug te vertalen naar puur akoestisch strijkkwartet. En werkt dat op een festival klassiek wat jou betreft, voor dit publiek? Nou, ze kijken nog blij, dus ik denk het wel. Ze blijven ook allemaal staan, hè? Gelukkig wel, ja. Oké, en straks meer van jullie? Ja, inderdaad. Heel fijn. Toch viool, Koos Letting, accordeon en Casper Terra, klarinet. Samen trio C tot de derde. Ze blijven tot 12 uur en misschien nog wel langer bij tijdens deze Classic After Party. Wat kunt u nog meer verwachten? Straks de Cara Opera. U wist het niet, maar u gaat meezingen met de grootste opera klassiekers. Daarvoor is hier straks Milou Marzali van Opera Pertuti. Die weet u ongetwijfeld aan het zingen te krijgen. Maakt u toch mooi uw debuut vanavond op Radio 4, zonder dat u het wist. Verder natuurlijk meer Radiohead van Seb Voor. Davai Percussion, slagwerk met Seize. Seize op zijn Haags, 14 kennen ze Seize, weet u wel. Nee, Seize van die metalen dingen. Uit het coachingstraject van Festival Klassiek, straks het Moza-trio gaat hier ook optreden. We playbacken op een concertvleugel die op het hoofdpodium staat. Voor u het weet bent u Mozart zelf. Veel mooie muziek ook van onze huis-DJ. Dat hoort u ook voortdurend onder mij of achter mij of hoe u wilt. DJ Baarts is dat. Die staat daar te shuffelen en te zoeken. Even, wat DJ Baarts, waar luisteren we nu bijvoorbeeld naar? Dit is een galop van Kabalevski, vorige eeuw. Een Rus. We gaan even luisteren naar een Rus.
we meet again after several years, several years of separation, moving on, moving around. They will spend this time chasing the other's tail. Sing, oh, 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 oh. I can never belong to you. Oh, 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 oh. I can never belong to you. Summer and fall. Yeah, the wind suffer crossing the ocean on a boat behind. Skiffling rag, skiffling rag. Shuffling wall, shuffling wall. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line. Sing, oh, 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 oh. I can never belong to you. I can never belong to you. Russische galop naadloos over, dankjewel, zei DJ Baart, in een nummer van de Kings of Convenience. Cara Opera. Cara Opera, we hadden het al aangekondigd. Zoals gezegd, straks gaat u zingen. Maar dat hoeft u niet helemaal in uw eentje te doen. Sterker nog, ik wil graag dat u met z'n allen een aria gaat losbarsten. Daarvoor wordt u deskundig begeleid door Milou Mazzali van Opera Pertuti. Een applaus voor Milou graag. En dan heeft ze nog niets gedaan, dat is echt onvoorstelbaar. Goed, Opera Pertuti, leg even uit, wat is dat? Opera Pertuti is een heel jong gezelschap van 6 jaar... En we treden op vanuit Amsterdam door heel Nederland met hele jonge zangers onder de 30. En we hebben allemaal hele leuke producties waar het publiek aan mee kan doen. En het zijn 6 opera's per voorstelling. En uit iedere opera doen we 3 fragmenten. Dus je zept met ons keisnel door al die opera's heen. We zeppen vanavond wat af, zeg, met Sepp Voort straks ook weer. Goed, dus meerdere opera hits op één avond. Wat gaan we vanavond doen, wat jou betreft? Ik heb de opdracht gekregen om een aantal hele bekende stukken aan de mensen voor te leggen. En die mogen dan vanavond stemmen welk stuk zij vanavond samen met mij gaan zingen hier als finale. Ik heb hier een stemformulier als voorbeeld. Kun je dat even voor mij overpakken? En misschien even voor de mensen thuis en de mensen hier in de zaal even omhoog houden. Omhoog houden. Kijk, dat is het stemformulier. Dat u straks denkt, wat is dat? Nou, dat is het stemformulier. Kunt u dus op aangeven
welk stuk u gezongen zou willen hebben. Wat hebben we allemaal in de aanbieding vanavond, Milou? We hebben de Habanera, een D. Een D. Amor est un oiseau rebelle que ne peut apprivoiser. Stukje karma gebeuren bijvoorbeeld, dames en heren. Maar we hebben meer. Libiamo, libiamo, negli eti colici che la bellezza infiora. Drinklied van Verdi. Ik voel aankomen dat u daar massaal op gaat stemmen. Maar misschien vergis ik me wel. Wat hebben we nog meer, Milou? Er staat nog meer op. La Donna Immobile. De bloemenduet uit de Liebe. De parelvissers. Maar ja, die moet ik natuurlijk door twee parelvissers uit Scheveningen laten doen. Dat kan ik natuurlijk niet. Daar ga ik niet mee zingen. Zijn er parelvissers in de zaal? Toevallig? Iemand die zich aanbiedt als parelvisser? Ook niet? Nou, misschien straks, misschien later. Wie weet. Komt allemaal nog. Goed, nou, die verzoekjes die kunnen dus worden ingediend bij Milou. Wat u wilt zingen, of wat u wilt dat we met z'n allen gaan zingen, want daar komt het natuurlijk op neer. Waar ben jij te vinden? Waar heb je een bus waar alle stembiljetten in kunnen verdwijnen? Sterker nog, ik heb een zetel. Hier achter mij zit ik. Tenminste, dat heb ik begrepen, dat ik hier moet gaan zitten. En dan in ik dus de formuliertjes met de stembiljetten wat uw voorkeur heeft, wat straks gezongen gaat worden. Er kan nog steeds worden gestemd. Sterker nog, er kan de hele avond worden gestemd. Als u weer een keuze heeft gemaakt. We gaan de stemformuliertjes uiteraard uitdelen. Neem ik aan, die komen allemaal naar u toe. Kwestie van een kruisje zetten. En het komt helemaal goed. Dat was muziek van onze onverprezen DJ wederom. U luistert naar de Classic After Party rechtstreeks vanaf het Festival Klassiek in Den Haag. U kunt ook meekijken festivalklassiek.afro.nl. En we gaan straks dus Caro Para, de stemformulieren die worden hier rondgedeeld. Bent u in de buurt van Den Haag, denkt u van nou, daar wil ik wel meedoen. Komt u vooral hier naar het plein toe natuurlijk. Ik praat nog eventjes met Oene van Geel, de altviolist van Sepp Voor. Nog even verder over die prachtige cd We Suck Young Blood, de Radiohead Songbook. Jullie bewerkingen van nummers van de popband Radiohead. Heeft de band zelf eigenlijk al gereageerd? Weet Tom York hiervan? Ze speelden onlangs in het Ziggo Dome. En toen hebben ze wij waren daar zelf niet, maar de directeur van het Ziggo Dome heeft toen
ons cd'tje aan hun overhandigd. En we weten dat ze het op de afterparty gedraaid hebben. Maar ze hebben nog niet gebeld zo van, komen jullie op ons volgende plaat spelen? En natuurlijk liggen wij elke nacht voor we gaan slapen daaraan te denken van, dat zou toch een keer leuk zijn? Nee hoor, maar sowieso zijn we blij dat ze het in ieder geval gehoord hebben. Ja. Want je weet niet hoe ze hebben niet schaterend over de tafel gelegen of wat dan ook. Dat weet ik ook niet. En ja, god, volgens mij zijn er 100 bands per dag waarschijnlijk die iets met hun muziek doen. Ja, maar geen Sepp voor. Kom op, Hoen. Een beetje zelfrespect graag. Nou ja, wie weet. Nou, ik bedoel, als ze dus toch dat telefoontje doen... Dan Mr. York, if you want a phone now, we're in de uitzending right now, toch? That is truth. That is truth. Volgende nummer, ook weer zo'n Radiohead. Prachtig nummer, nu gespeeld door Sepp voor The Daily Mail. Heren, gaat uw gang. We'll be right back.
Jasper Leclerc was de solo violista. En verder bestond Sepp voor Jeffrey Blaensma, Oene van Geel en Emiel Visser. En ik noem nog één keer, dit was de Daily Mail, nog één keer de titel van die prachtige CD. We Suck Young Blood, The Radiohead Songbook. Vanaf het plein in Den Haag, de Classic Afterparty met Hans Smit. Thank you.
If someone tells you the samba is merely a beat, or just a song that you sing, or a dance in the street, don't even bother to listen. If they say it's so, I tell you right now that the answer is no. If someone tells you the samba was born in the hills, then it came down just to give you a couple of thrills. Don't even bother to listen to people who guess. If they say it's love, then the answer is yes. My heart was empty, now it's filled with music, the kind of music only love would know. And so, if someone tells you the samba is bright as a star, that it can take you and make you much more than you are, then you can bother to listen. For lovers all know the answer to the samba is love. U luistert nog steeds naar Radio 4. Ik dacht misschien even, ik ben naar Radio 2 verhuisd. Maar nee hoor, Radio 4 nog steeds de AVRO met de Classical Afterparty vanaf het plein in Den Haag. Waar we het Festival Klassiek meemaken. Festivalklassiek.avro.nl. Voor als u thuis zit te luisteren en denkt, nou kijk hoe ziet het eruit. Er staat hier namelijk een camera en die registreert alles. Dus alles wat er gebeurt kunt u daar ook volgen. Straks natuurlijk heel veel muziek, nu ook muziek. Wat kun je nou helemaal met een Zeiss, mevrouw, als ik het u vraag zo. Wat kun je allemaal met een Zeiss? Met een Zeiss? Zeiss. Met een Zeiss, maaien. Maaien? Ja, denk ik wel, ja. Ja, en verder? En nog, ja, wat zou er anders mee kunnen? Nou, muziek maken misschien. Oh ja, ik heb ze net bezig gezien. Ik denk, hoe doen jullie dit? Ja, je denkt, het is niet mogelijk, ja, maar het kan echt. Dat kan echt. Het kan echt, ja, dames en heren. Davai Percussion. Kom even hier in deze kant op. Applaus voor Davai Percussion, dames en heren. Bestaat uit Natalia Alvarez Arenas. Hi, hello. Hallo. Hallo. En Konstantin Napolov. Goedemiddag. 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 Goedenavond. Goedenavond ook. Ja, ook goed. Heel fijn. Jullie hebben een Zeiss. Het is echt waar. En daarmee maken jullie muziek. Ja, moeten wij voorzichtig doen met dat. Ja, danger moeten wij. Ja, nou, het is hartstikke gevaarlijk. Want is hij gewoon scherp? Ja, het is een originele Oekraïense Zeiss. Ja, maar... Er is heel veel sound moet je maken vandaag. Ja, je moet hem, hij is een beetje roestig, viel mij op net. Maar dat is goed, Constantin, maar dat maakt verder niet uit. Jullie houden van ongebruikelijke instrumenten, hè? Ja, heel veel andere slagwerkinstrumenten. Dat is meer dan 300 instrumenten. Zo. Je moet heel instrumenten spelen als wil je goede slagwerker zijn. Ja, een trommel raak je eigenlijk nooit meer aan. Daar komt het op neer. Jullie gaan nu iets spelen op twee zeisen. U hoort het hier en u ziet het als u via die webcam meekijkt. Hier is Davai Percussion.
zori, budem vratu do zori. Davai Percussion was dat. 13 juli zijn ze op in het Krullemulle Museum in Otterlo. En 20 augustus op het Grachtenfestival in Amsterdam. Ik heb nog één vraag, Constantin. Want zijn hier ook flight cases voor om die dingen mee te nemen? Ja, heel veel flight cases. Als je 1,5 uur concert moet wij, ik weet het niet, heel veel truck, hele auto nemen. Te verhuren daar hebben. Heel ingewikkeld. En mag je muziekinstrument mee het vliegtuig innemen? Hij tuit zijn lippen en hij houdt zijn vinger ervoor, met andere woorden. Het mag misschien niet, maar het gebeurt toch. Spannende muziek, spannend, hè? Goed, dank jullie wel voor dit geweldig optreden met die Seizen. Straks horen we ze nog een keer en dan gaan ze met allerlei andere allerlei niet gebruikelijke percussie-instrumenten aan de gang. Waar zou u nou zelf graag muziek mee maken? Waar zou ik graag muziek mee maken? Ja, alles wat ik te pakken kan krijgen graag. Zoals? Vooral mijn eigen stem. Eigen stem? Heeft u al gestemd? Vanochtend. Vanochtend? Nee, maar heeft u net al gestemd bij Milou voor de Kara Opera? Nee, ik snap niet helemaal hoe het werkt. Nou, die... Komt wel. Gewoon stemmen en dan straks meezingen. Er is al 77 keer gestemd, hoor ik net uit Betrouwbare Bron. Dus dat is al heel veel. Heeft u al gestemd, als ik vragen mag? Jawel, op Verdi. Op Verdi? Ja. Is dat omdat het een drinklied is, of zeg ik nu dingen die helemaal niet kloppen? De muziek van Verdi, ja. Mooie muziek van Verdi. U heeft nog niet gestemd. Moet ik nog doen, ja. Dat is moeilijk. Allemaal mooi. Allemaal mooi, ja. Maar we kunnen niet alles zingen natuurlijk, hè? Want dan wordt het heel laat vannacht. Dat is waar. Dan doe ik ook Verdi. Verdi, ook Verdi. Dat zijn toch al twee stemmen op Verdi die hier in korte tijd noteren, dames en heren. Mevrouw, heeft u al gestemd? Heeft u al gestemd? Ik heb al gestemd. Wat is het geworden? Ook Verdi. Ook Verdi. Drie stemmen voor Verdi. Milou, ik hoor uit Betrouwbare Bron dat Verdi het heel erg goed doet. Ik denk dat het Verdi gaat worden straks. Is dat de tussenstand? De tussenstand is dat Verdi met kop en schouders boven iedereen uitsteekt. Dat kan niet anders in dit jaar. Hadden van die oude Giuseppe toch niet... 200 jaar geleden geboren. Hadden we het niet kunnen verwachten. Zeg, hoor jij ook doedelzakken? Zeker doedelzakken. Ik dacht dat het bij mij lag, maar ik hoor echt doedelzakken. Wat zeg je? Daar gaan ze. Als een spookverschijning zie ik hier doedelzakken. Ik zit even in mijn draaiboek te kijken, maar was dit gepland, heren, dames en heren van de regie? Een 3, 4, 1, 2, 3, 4... Heren met rock natuurlijk, zoals dat werkt. En alles. Weet u wat? Ik geef u even over aan het geluid uit Schotland.
Applaus. Geloof ik. Ja, je weet het nooit met die klassieke muziek, hè? Voor je het weet gaat het nog door daarna. Dit was Red Rose of Lochbuie, Pipes and Drums. Lochbuie, moet je uitspreken. Onno Huiberts. Wie is dat? U bent de pipe major? Ja, inderdaad. Ja. Stel even uw andere muzikanten voor als u wilt. Dan begin ik aan de hierkant bij het slagwerk. Willem-Pieter Rus, John Hermans, Marco Harteveld, Shirley Nieuwenhuis. Leg even uit, wat bent u voor gezelschap? We zijn een Schotse band, een militair voorbeeld. Naar een voorbeeld van een Schots regiment. En dit is daar een deel van. Het schijnt ook dat u deel uitmaakt van een clan. Dat klinkt altijd alsof... Ik moet meteen aan Tony Soprano denken, maar... Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik weinig televisie kijk. Ik weet dat van... Hij is dood. Hij is dood, nou kijk aan. Dat klopt, we maken deel... We zijn een officieel door de clan McLean of Lochbuie erkende pipeband. En een clan is een... Niet zozeer een familie, maar een heel groot verband van mensen die op een of andere manier aan elkaar verband zijn. En voor de luisteraars die niet kunnen zien hoe prachtig u eruit ziet, met die omhoog getrokken sokken met die prachtige labeltjes eraan. En beschrijf even heel kort hoe dat in uniform eruit ziet. Ja, dat is een ontwikkeling van heel veel jaren. Beneden beginnend, wij dragen simpele schoenen, brogues, zoals het regiment het draagt. Groene kousen met flashes, zoals die dingen heten, kousenband zeg maar, om ze op de plaats te houden. De blazers dragen een skindo, een mes in hun kous, drummers noemen dat niet. En naar het voorbeeld van het regiment dat wij volgen, Argyle en Sutherland Highlanders, dragen de drummers een tartan, dezelfde tartan, dezelfde clan bedoel ik, maar een net andere tartan, een hunting tartan, en wij dragen de modern tartan. Dus het ruitpatroon. Ja, het ruitpatroon tartan. En dan verder het jasje met een belt en een Glengarry op het hoofd. Blazers dragen een zwarte en drummers een rode. Verschil moeten zijn. Ja, precies. Ja. Uiteraard, ja. Ja. Wat u net speelde, hoorden wij daar ook bekende melodieën in terug? Of was dit een vrije improvisatie? Ja, dat was een vrije improvisatie op het moment dat we hier het podium op moesten en tussen het publiek door. Want u ziet dat deze instrumenten er absoluut niet voor geschikt zijn. Maar wat we speelden en wat ik desnoods nog wel een keer wil doen, is een melodie die eigenlijk bedacht is door Gioacchino Rossini in 1829. Ja. Willem Tell. Willem Tell, hè? Heeft u gespeeld? Ja, daar hebben wij gespeeld, ja precies. In 1853 is dat door meneer John McLeod in de Krim gehoord. Krimoorlog. Krimoorlog. Het begin van alle pipebands. En zo is het in het repertoire van Doedelzakbands gekomen. Ja, ik vraag me ineens af of DJ Baerts in staat is om Willem Tell ook even uit de... Nee? Heb je die niet klaarstaan? Dan graag nog een stukje van de pipes. Mag dat? Goed, dan zijn ze er nog een keer.
Applaus voor de Red Rose of Lochboy. Zeldzaam hoe geconcentreerd die vijf muzikanten hier op het podium staan. Ik verwijs u nog even naar de website www.redroseoflochboy. Dat is bui, zoals in regen, met een e erachter, .nl. DJ Baerts, hij plakt ze allemaal aan elkaar. Het gaat allemaal van de ene stijl naar de andere. Wat maakt allemaal niet uit. Radio 4, de Afro, de Classic Afterparty vanaf het plein in Den Haag. Eerder deze avond om 10 uur begeleiden ze ons publiek vanaf de Hofvijver hier naar het plein. Als de rattenvangers van Hamelen zelf. Trio C tot de derde. Karel den Hertog op de viool. Koos Letting op accordeon. En Casper Terra op de clarinet. Even een vraagje aan Karel. Want jullie hebben een cd gemaakt. Ja, dat klopt. Ja, zit mee. Nitro heet die. Ik dacht Nitro. Ja, maar toen wij ontdekten dat het Nitro was, was het al te laat. Sindsdien denken wij dat het Nitro heet. We waren jongetjes van 15 toen we dat ontdekten. En toen zeiden wij Nitro. Jongens, waren we aardige jongens. Precies. 15 zijn jullie al zo lang bij elkaar? Eigenlijk nog wel langer. We kennen elkaar van de basisschool. Dus... Echt waar, joh? Ja, echt waar. Toen al muziek maken ook? Ja, als het buiten lekker weer was, voetballen. En als het regende, binnen muziek maken. Dan val je op, hè, binnen een basisschool. Als je alleen maar met muziek bezig bent. Niet. Dan hoor je te voetballen, toch? Nou, bij de basisschool valt het nog wel mee. Vanaf de middelbare school ben je natuurlijk de uber-nerd. Maar ook dat wordt daarna weer beter. Ja, als je hoe naarmate je beter muziek gaat maken, dan snapt iedereen het wel. Precies. Nitro, gaan jullie daar ook iets van spelen nu? Ja, daar gaan we het nummer Cobra Dusha van spelen. En dat betekent de ziel van de cobra. Oké, trio C tot de derde, dames en heren. Thank you.
Tot de derde. We gaan ze ongetwijfeld nog een keer horen vanavond hier. Tot 12 uur zijn ze bij ons buiten op het podium. Als u zich even omdraait, kunt u het zelf zien. Staat Jet Berghout bij de iPad-vleugel met Wolfgang zelf, volgens mij. Ik sta hier inderdaad met Wolfgang. Bruce? Bruce. Bruce. Ja, we hebben hier namelijk een iPad-vleugel. En je kan doen alsof je speelt. Maar die iPad-vleugel die doet het echte werk. Het gekke is, die iPad-vleugel die laat nu niet zo heel veel horen. Kan jij hem horen? Nee, we kunnen hem niet horen. We zijn nog even bezig met de iPad-vleugel. Maar straks hebben we hier een So You Think You Are Mozart competitie. En wie het beste kan doen alsof hij Mozart speelt, ja, die mag straks live playbacken op Radio 4. We hebben hier een hele rij met mensen die mee gaan doen. Ja. Als er nog meer mensen zijn die denken dat ze heel goed Mozart na kunnen doen, kunnen zich nu melden, want we hebben nu een mini competitie en de winnaar maken we straks bij jullie bekend. Ja, dat is hier in de tent, dus tegen 12 denk ik dat gaat worden. So You Wanna Be a Mozart, dit is uw kans. U kunt meezingen straks met de Kara Opera. U kunt dus ook zelf piano spelen als u dat wilt. Gaan wij zo dadelijk naar het Mozart-trio. Want ja, zijn jullie klaar inmiddels, Mozart-trio? Zijn jullie gereed? Wij zijn helemaal klaar, ja. Jullie zijn helemaal klaar. Moet ik nog iets vertellen over het coachingstraject? Nee, weet u wat? Zij zitten in het coachingstraject, maar dat is misschien minder belangrijk. Ze gaan nu gewoon spelen. Alexander van Bever op de viool, Paul Stavridis op de cello en Bram de Vree op de piano. Het eerste deel uit een strijkkwartet van Joseph Haydn. Thank you.
Mozart-trio was dat met het eerste deel uit een piano-trio, als ik mij niet vergis, van Haydn. Klopt, piano-trio nummer 44. Heel fijn. Dat was de stem van Alexandra van Beveren. Vanmiddag zat ik op Radio 1 in het AVRO-programma Opium met het Kanya-ensemble, die net als jullie het Mozart-trio in het zogenaamde coachingstraject zit van het festival. Kun jij uitleggen wat dat inhoudt? Ja, we zijn een week samen in een huis in Den Haag gezet. En dan kregen we dus heel veel informatie over de zakelijke kant van een ensemble opstarten. Dingen die je eigenlijk
weinig leert op een conservatorium. Dus al de zaken die niks te maken hebben met het artistieke, maar dus juridisch advies, et cetera. En ook hoe je jezelf moet promoten, heb ik begrepen. Inderdaad, profilering is zeer belangrijk in deze tijd. Dus... Wat heb je geleerd? Vooral geleerd dat we onszelf moeten profileren zoals we zijn. En niet proberen iets naar buiten te brengen wat eigenlijk helemaal niet bij ons past. Dat heb ik geleerd. Dicht bij jezelf blijven, Alexandra. Heel belangrijk. Maar stel nou, hè, deze mensen hier, je moet je overtuigen dat ze binnenkort toch vooral naar jullie concerten moeten komen kijken. Hoe doe je dat dan vanaf nu? Vanaf nu willen we je echt laten blijken. We zijn een heel gezellig pianotrio uit het gezellige Maastricht. Wij maken heel veel lol en dat proberen we echt naar buiten te brengen via de muziek. We proberen echt contact met elkaar te maken en geen stijf pianotrio. Echt fantastisch, leuk, gezellig alles dus. Ja. Heel belangrijk, maken heel veel lol. Heel veel lol. Ja, want het is toch al, je roddelen altijd een kwartiertje voordat je met de repetitie begint. Ja, roddelen is eigenlijk veel gezegd. Een soort van bijpraten en dan af en toe komen er wel eens roddels aan te pas. Dat klopt, maar dat bevordert de sfeer. Dat is ook goed voor de sfeer, maar je gaat niet roddelen met het publiek. Dat is weer een heel ander traject. Goed, dank jullie wel voor nu. Wij gaan even kijken hoe het op het podium is bij Jet met de... So you want to be a Mozart competitie? Ja, die is heftig gaande. De concurrentie is moordend. We hadden net Bruce natuurlijk, die dat lat heel hoog legde. Daarna kwam Suzanne. En we hebben nu een quatre main Mozart. En ja, ik moet eerlijk zeggen, die maken grote kans. Ik weet niet of het al tijd is voor een winnaar. Ja, laat maar horen hoor. De winnaar van de So You Think You Are Mozart competitie van Festival Klassiek 2013 is Yannick en Tim. We gaan naar ze luisteren. Ja. Jongens, let op, want jullie inzet komt nu. Thank you.
applaus voor Yannick en Tim. De nieuwe Mozart. Met ingestudeerde choreografie hebben ze de andere deelnemers het nakijken gegeven. Prachtig. Wat denk jij, is dit voor herhaling vatbaar, Jet? Dat ga ik ze meteen vragen, jongens. Gaan jullie nu ook op pianoles? Of was dit eigenlijk gewoon wat jullie... We gaan op tournee. Ja. Ja, we gaan door het land. We gaan de volgende week zien in Zwolle. Dan gaan we op tournee naar Leeuwarden, Amersfoort, Den Haag. Komen we ook even terug om ons eerste publiek natuurlijk te bedanken. Uiteraard. Nou, ze zijn eigenlijk net al als Mozart. Gewoon meteen toeren. Natuurlijk, meteen op weg. Goed, inmiddels heeft hier een changement plaatsgevonden. Er staat een tafel met eetgerei. Wat dat gaat betekenen, dat horen we na de volgende muziek van DJ Bart.
Tot nu wegen.
Heerlijk, en dat allemaal om ons een beetje op te warmen voor straks voor die Kara-opera. Milou, die is al helemaal klaar voor. Milou, heb je een tussenstand inmiddels trouwens? Ik heb een tussenstand. Moet ik hem zeggen? Ja. Echt? Ja. Dan kunnen ze zich voorbereiden. Precies. Dan kunnen ze de stembanden al een beetje losgooien. Op nummer 1 is geëindigd de Habanera van Bizet. En op 2, de finale, ga ik met u samen zingen. De Libiamo uit Traviata. Drinken. Verdi. Oké. C tot de derde met een India medley. Heren, ontzettend bedankt dat jullie de hele tijd hier bij ons zijn gebleven. U luistert naar Radio 4, naar de Classic After Party vanaf het plein in Den Haag tijdens het Festival Klassiek. De AVRO is tot 12 uur bij u. We waren heel even weg, hoor ik, van zender, maar we zijn weer terug. Maar u bent precies op tijd thuis voor... Kara Opera. Dat zeg ik, Kara Opera. Ja, want de stembiljetjes die zijn hier ingeleverd. En Milou, je had al de tussenstand, of de eindstand eigenlijk gegeven voor de mensen hier. Maar nog even voor thuis. Welk lied is het meest gezongen, gekozen? Het meest gekozen is de Habanera uit de Carmen van Bizet. De beroemde Carmenaria. En als laatste, de tweede, is de Libiamo uit Traviata Verdi. Ja, dan gaan we de Habanera gaan we doen. Stel ik voor. Die gaan we zingen. Zij gaan hem doen. Ja, oh, zij gaan hem doen. Ja, natuurlijk. Ja, even een misverstand. Ja. Maar weten de mensen wel hoe je moet zingen? Misschien dat de mensen allemaal eerst eventjes even de stembanden los moeten gooien zonder ze te veel te belasten. Allemaal even... Even allemaal de lipjes laten trillen. Ja. En dan zeggen ze allemaal tegen mij... Hey. Hey! Hey! Oké, dames en heren. Allemaal niet met de benen gekruist zitten. Allemaal lekker alles losgooien. En daar gaan we dan. Je vous aimerai. Ma foi. Je ne sais pas. Peut-être jamais.
Mais pas aujourd'hui, c'est certain. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien mauvais qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Mourir et fumer dans son prière, ne parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour. De liefde, dames en heren. Ja, Milou Mazzali, dames en heren. Met Carmen, als Carmen zelf ongeveer. Zeg, nog even tot slot, want we zijn er bijna doorheen. Den Haag, zeg jij, van, ik hou van Den Haag? Of? Ik ben gek op Den Haag. Ja? Zeg je nooit iets? Ja? Vooral het shoppen en het aanbod van al die musea en al die... En zo dicht bij de zee. Ik bedoel, je ruikt het zilt al hier op straat. Je krijgt ook wel zin in. Ja, zeg je nooit, oh Den Haag? Of ik dat zeg? Ja. Nee, ik zing het wel eens mee op de radio. Oh ja, kun je dat hier ook nu op de radio? Ja, ik hoor het nog wel eens, gelukkig. Ik hoor het trio C tot de derde. Geeft al een beetje een voorschot hier. Dus heb je de tekst? Nee, we gaan even iets sneller door het programma heen. Ja, we zouden nog even een stukje verder doen, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Oh. Ja, jammer hè. Nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen. Na een ketenpartij, een voetbal in de tuin, de ouders langs de lijn. In december met de hele buurt op jacht, om kerstboom te ransen. Oudejaarsavond, fikkie stoken, vooral die oude banden roken fijn. Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe naar ADO willen kijken. In het Zuiderpark de Lange Zijn, een warme worstje bordjes om je heen. Lekker kankeren op Theo van den Burg, die lange van Vianen. Want bij elke lage bal nog die eikel er stevig overheen. Best nog wel een keertje. Ah. Oh.
Want Den Haag is in die jaren zo veranderd. Van mij toch veel te vlug. Dat nieuwe Babylon, moest dat er nou trouwens eigenlijk wel zo nodig komen? Zo komt die ooievaar op de Vijverberg, dus never, never nooit meer terug. Den Haag, mooie stad, waarom wil je Zani, dames en heren. Ja, applaus. En een trio C tot de derde, natuurlijk. En ik zou zeggen, DJ, muziek. Stemmige muziek op het plein. Op het plein, misschien moet ik het beter zeggen, van DJ Baarts. Dankjewel DJ Baarts voor deze prachtige klanken.
Inmiddels weer klaar hier Bram de Vreed, piano Paul Stavridis op de cello en Alexandra van Beveren samen het Moza Trio vormend. Ze gaan zo dadelijk weer musiceren. Ze zitten in het zogenaamde coachingstraject van het Festival Klassiek. Jullie gaan ook een concert, Alexandra, doen met iets met McDonald's, had ik begrepen. Dat is al geweest, dat hebben we donderdag gedaan. Ja. Dat hebben jullie donderdag gedaan, wat heb ik gemist? Wat was dat? Dat hebben we zelf eigenlijk een creatie samen met het Canyon Ensemble onder leiding van Kieran Rosenbaum. Eigenlijk leren creatief omgaan met ruimtes en met attributen en van alles. Dat was iets heel leuks. Een combinatie tussen McDonald's en de Dudok. Tussen de McDonald's en de Dudok, daar is een wereld van verschil. Goed, en wat jullie nu gaan spelen, dat is een stuk van Shostakovich. Kun je er iets over vertellen? Ja, dat is eigenlijk... Shostakovich had een heel moeilijke tijd in zijn regime, de Sovjet-regime. En dit is eigenlijk... een werk waarin je enorm zijn frustratie, waarin zijn frustraties worden geuit. En dat is heel duidelijk in het tweede deel van dit trio. Ja, een hele moeilijke tijd, nou, laten we het maar zachtjes uitdrukken. Het tweede deel uit het tweede piano trio van Dimitris Shostakovich door het Moza trio, dames en heren. Shostakovich door het Moza Trio. En morgen, dames en heren, spelen ze. Morgen zondag 23 juni spelen ze tussen 2 en 4 hier nog op het Festival Klassiek.
U hoort het, luisteraar. De stemming zit hier op het plein in Den Haag behoorlijk in. Dit was de Classic Afterparty van het Festival Klassiek rechtstreeks vanuit Den Haag, vanaf het plein. Het Festival Klassiek gaat hier morgen nog even een dagje door. Ik dank u heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze uitzending. En naar het kijken wellicht via festivalklassiek.avond.nl. Ik hoop dat we volgend jaar hier weer een dergelijke party mogen organiseren, zo op de zaterdagavond. Lijkt me leuk. Wij gaan hier nog even door met het trio C tot de derde. Graag tot de volgende keer. Tot de derde. Speelt u nog even gezellig door. Dames en heren, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. We gaan nog even door, maar inmiddels is de radio-uitzending voorbij. Dus nu gezellig voor onszelf. Gaan we door, heren.
Ja.